Zet nou één datum in je agenda. Daar, in Rotterdam. Doe mij nou een lol. En ik heb hem er al in gezet. Dat is 24 november. Ja, dan spreken we elkaar. En dan weten we hoe ver Feyenoord is. Bij Groningen, Feyenoord. Ja, dat zei ik 3 weken geleden. Ja, en nou is het nog maar een paar dagen. Ja, en dan is het 24 november, hoor. Ja, en dan gaan we het weten. Is Feyenoord dan vooruit gegaan? Is Feyenoord dan herstellende van die enorme malaise? Dat zullen we dan weten, want kijk, verliezen bij Groningen, ja, dan zijn we weer terug bij af. Ja, dan schiet het niet op. We willen antwoorden nu, daar, in het hoge noorden. We willen antwoorden op, is die verdediging die er nu dan staat, met die IJ en die Sinessi, is dat dan goed? Gaat dat dan werken? Ja, want die anderen zijn er weer uit. Van de Heidebotter ging weg. Ja, nou oké. Okay. En hoe zit het met die fysieke ongemakken van Karsdorp? Ja, kan hij eindelijk nou eens 90 minuten gaan? Dat is hem. Ja, en ver ook 90 minuten gaan. Zijn we fit? Daar gaat die antwoorden willen we hebben. Zo ja, 24 november, dat is de dag. Ja, en hoe zit het met die Berghuis? Hey, Berghuis. Laat nou eens zien waarom jij de best betaalde Feyenoorder bent. Dat willen we nou zien. Ja, en Larsson, hou eens op met die wisselvalligheid. Nokken daarmee. En wat dacht je van je? Hey, jij Jurgensen. Hey, wanneer ga jij eens voetballen? Alsjeblieft zeg. Dat willen we zien. De 24e. D-Day.